verteller wordt de heer van de velden. Die kan zo lekker zeevloeien. De hoofdrollen zijn voor het college van BOW. Petrus was een doener, een bruggenbouwer. Petrus wordt Marijn Schijfjes. Pilatus was een slechte politici, was exact bij Cornelius. En Judas, dat was een toneelspeler. Die rol is weggelegd voor Dirk Hansma. Ja, en de heilige maagd Maria. Dat vrouwtje was zo'n kuis. Dat wordt natuurlijk Marielle Doornaal. Zeg, als dat maar goed komt, is toch niet? Je weet hoe dat ja zijn gezinnen. Wat bedoel je, Julius? Het was wel de heilige maagd Maria. En volgens mij ligt Marielle de beetje zien bij elkaar kunnen houden. Komt zeker goed, Julius. Nu de kast compleet is, mag je Jezus in het schuurtje naast het parochie zetten. Geef ik hem voor Pasen nog een goede beurt. Oei, met een stormkiemer, ja. Nee, ons ensemble verrekken wel was. Hij wordt graf van de kruis wat een overweg zonder spoor over zijn levensgevallen. Ik heb thuis met die nadenken in de schuur in. Met een brader dat bloesje een beetje losgebraakt. Richt die vlam op zijn reet. Oh, kunt u wel je bietje net voor mijn oom zo gaat? Ja, ik zal eerst die grijze pleinen met praten. Ons andere vijfje gewassen. Kees, je kan hier blijven slapen, want de beste is dan leeg. Oh ja, hoezo? Ja, schoonmoeder is verhuisd naar de Vita. Waarom? Ja, ik vroeg best bij Erpel de kelder wilde halen. Eerst met Erpel, maar je van trapje flikken. Twee heb ik gebroken. Wat heb ik doen gedaan? Ja, dan ben ik wel een serieus geweest. Ik zeg, gewoon toch niet, hè? Nee, jongen, dat mag gewoon niet, maar een vrouw dat, hè. Ja, je leest daar wel tussen mijn vuurwerk te slapen. Niet even hard in de kita vind. Koetjes mij is de bedste uitgekropen. Boterhammetje mee met spek opgesmeerd. Broodje weer te zuiken. Motje spek. Fred alleen maar gras en perlbloemen. Zijn jongen, dat is toch ongezond? Doe het meeste, Fred. Ja, dat is ongezond. Gras is goed voor het maag-darmkanaal. Ik heb nog nooit een koeien zien kunnen zien liggen. En van perlbloemen, dat wordt goed geld dan. Ons aanschiet er een vrak aan. Ik zeg, waar ga jij naartoe? Ja, nog een heer, hè? Ik zeg, die koe is al jaren dicht. Ja, de koe wel, maar het gras niet. Dat koe is hard gras, kan je niet al jaren vergeten. Ik zei, dat man nu wel wat. Hoezo? Ik zei, op de terras. Ik ben hier met je op het terras is gespoten, de brandelijke verstipbouw, maar er groeit niks meer. Ik zei, maar als een pijlenbloemtjes tussen staan, breng maar een bosje mee. Zit met Kees aan de keukentafel. Kees, is dat waar? Denk je van pijlenbloemtjes, jouw woord. Ja, als ik hier een beetje ook. Een jaar geleden, ik ben Vita en Vrede vrouw leren kennen. Vroeg les. Wordt het dan later tijd om een keer van pil te gaan? Nee. Mijn man zou zich omdraaien in zijn graf. Ja, dan doen we toch twee keer, dan eet je me goed in de kist. Ze is een pijler voor bloemen, Fred, hè? Gaan ze zo te keer dat ze in Gilsen de vuilnisbak buiten zetten. En hoe zit het met jou? Hoe zet je jullie hier? Nou, ik hoop dat het ons aan de pijlenbloemjes lust. Want ons aan de snijden in een adres waar. Hoezo? Ja, de bovenste lagen niet meer dicht. En de onderste lagen niet meer open. Ja, dat is het, man. En dan moet ik ook zeggen, hè, want ja, met die wiethokken zeg maar, ik verdien er best wel wat kraken op. En ik heb zoveel geld, man. Dat is niet normaal. Ik heb nou pas geleden een groep, een dikke vette auto gekocht bij AST, Autoservice Theoes, bij Michielikis. Een vette auto, man. Ja, mijn vrouw komt daar mijn school maken, maar heel met een auto. En ik, dat is ook wel leuk om te vertellen. Ik had met die auto, had ik boodschappen gedaan bij een vrouw. Wat winkelcentrum, maar bij gastgebouw, die hadden nog een bakstroomje. We rijden naar huis.
Ik draai bij onze straat in. Sta maar stil. Zeg mijn vrouw, sta zonder benzine in. Zeg, dat is goed, dan ga je staan voor hem, want ik maak hem al doorgereden. Ook goed, hè? Ja, leuk, man. Ja, dat is heel leuk, man. En ja, dat ik al gewerkt heb, zitten ze natuurlijk van die vrij achter me kloven, hè. Moest gewoon werken. Hij ik kan wel schrijven, Sjaak, van Norsk gebeld. Ik zeg, Sjaak, heb ons goed last, heb je nog werk? Ah, stuur me servet maar op. Stuur me op. Netjes de maat, ze regen dan, hup, naar de Sjaak. Weet je, dan belt hij op als ik zeg, hoe is het, Sjaak? Ja, het is allemaal goed gegaan, zit hij. Het ziet er best goed uit. Maar je ziet wel een gat tussen 2018 en 2020. Ja, dat valt onder de perforatie. Ben ik uitgeschoten met mijn kut? Ben uitgeschoten met... Nee, wat ben ik de vraag? Nee, ik dacht het misschien verloren aan mijn peenbal. Ik weet het niet. Gaat niet. Nee, maar dat is ook niet waar ook wel leuk is natuurlijk. Ik doe nou, omdat ik nog natuurlijk een paar knaken heb en ik weet ook, doe ik ook golven hier, maar golf ga je niet zo. Ja, dat doe ik jongen. Ja, valt niet, hè? Doe ik meestal een oude man een keer van de jaren 85, dat is met een caddy. En doe ik golven. Hij pas geleden stond er. Pas geleden, dat was al 10 jaar geleden, stonden wij te golven. Hij zei, vroeger. Sloeg mijn bal een keer over die mol, 50 meter verder, bam, holy man. Ik zei, ga wel. Ik pak een hoedje 2, of 3, maakt niks uit. Ik pak een hoedje 2. Daar staat hij, die vent. Ik hou het! Bam! Die man tegen die molman, pat, recht van de poten. Ik denk, of zo, dat moet niet. Ik zeg, ga wel. Denk nog een keer proberen hier. Bam! Ik sla je. Tegen die boelman, weer recht van de poten. Ik zeg, ga wel. Ik zeg, ga wel in jouw tijd. Dan zei hij, maar in mijn tijd was de bom niet over jas. Nou, ik de broers niet, iedereen al net handje geven en gefeliciteerd. Maar goed, ik ga naar de vrouw toe achter de bar zit. Ik zeg, kan ik u helpen meneer? Ik zeg, dat kun je zeker. Ik zeg, mijn manny, ik wil graag rijden naar boven worden en ik wil jullie graag komen wonen. Ja, dat kan ze. Heeft u daar een afspraak voor? Wat? Ja, afspraak. Vind u leuk niet? Nou meneer, ze moet hier ook een afspraak te maken hoor. Voor de milieustraat, voor de immigratie. Ik weet niet wat we allemaal hier een afspraak moeten maken. Ik heb dit vragen van liever, ik ben eerlijk klaar. Maar goed, uiteindelijk, hè? De bar is al bar die zijn. De sjouw is de strijd gegooid. Zeg geen vrouw, kan ik tussendoor? Jawel hoor. Ik maar zeg, ze zitten op een bankje zijn, dus bedrijf ze wacht. Dus ik zit op dat bankje in dat gemeentehuis, komt door zo'n merk aangelopen, anderhalf deur hoog, grote tegel in zijn nek. Ik zeg, helemaal nek houden, jongen. Zit hij tegen mij, hier staat een trots wethouder, Corrie Magielsen, met de eerste prijs van een tegelpippen. Ik zeg, nee, wat? Ja, zeg, met een tegelpippen. We hebben de eerste prijs zo tegen Goorn en de derde tegen de kegelwippen. Zeg, oh, zeg dat verklaart dat je anderhalve meter door mijn nek breekt als een stoel op. Maar goed, ik was dus eindelijk aan de beurt. Moest ik bij de vrouw komen. Heel vragenlijst en zo. Ze wilden alles van weten. Dus de vraag wat ze stelde was, ze vroegen aan mijn familie. Nou mensen, wij waren vroeger met 10 man thuis. Ons pap, ons man, onze Hen, onze Kees, onze Peter, onze Barry, ben ik, ons Truusje, ons Helma, ons Harnie en ons kutjong Westen. Ja mensen, ons moeder, die heeft nooit met een R om elkaar gezeten hoor. En dat ben je trouwens ook niet. Ja, ja.
Ja, ik weet nog, ze zei je al vroeger. Ja, het kostte een paar placentas, man. Ha. Ja. Ook wou ze mijn beroep weten. Nou, eerlijk gezegd, ik heb nog geen dag van mijn leven gewerkt. Ja, eigenlijk wel sterk, zo'n niet. Dat waren eigenlijk liedjes met een paplepel ingegoten, hè. En wat dat eens wat vreemd kregen is. Maar goed, ik zou ook weten of ik een relatie had met kinderen. Nee, kinderen had ik niet. Ja, ik heb wel een hond, een blek. Een elk hutje. Maar goed, ik heb wel een relatie gehad met ons Manuela. Ja. Het was niet echt een heel stondroken, maar ze was wel zo lief, hè. Als ik ons Manuela aankeek, moest ik altijd draaien op zo'n moment tegen ons mond. Ja, ze werkte vroeger in de frietent. Als zij thuis kwam, dan ja, geeft ze een paar honger. In de frietlucht. En ik heb er ook een goed in de frietent. En ik heb er een vroeger een heel mooi gedicht. Echt waar, echt waar. Stond ik daar, een mooi space jas. Ik weet het goed, hè. Vaak was ik nog nooit zo verwonderd als ik keek in de ogen van een vrouw. Maar ik vond het nooit zo ontroerd en ik keek de schijl ook bij jou. Nou, we toch nog een balk hebben. Die in Klen, die breidt het maar steeds verder uit. Vroeger hadden we alleen Hofbalk. Toen kwam Balkske Johan. Plankske Thomas erachteraan. Die er ook weer zijn. Ja, zo'n man is net te noemen dan. Maar om weer even terug te komen op mijn sport, de breedsport. Een belangrijk aspect is natuurlijk de derde helft. Dat is meestal het einde van de avond. Dan overleren we de partijen. En door het sport te droogden uit, dus dat moet hydrateren. Pak een biertje. Het kan zijn dat hij nou verkeerd valt. En dat ik mijn fiets moet laten staan. Of kwam mensen zijn. Dus ik de voet naar huis. Loop ik daar. Ja, rijlopen ging ook niet zo goed meer. Loop ik daar de hoogte van de laverijen. Mocht standig houden, de politie. Wat bent u op dit late uur hier aan het doen? Nou, zei de jongen in. Ik zei onderweg naar een lezing over alcoholgebruik. Oh, en wie gaat op dit uur die lezing verzorgen? Ik zei tegen haar thuis, een skate in de slagkamp. Onze koning Zeeuwse burger vader hadden we rest ook uitgenodigd om een keer een half mee te gaan bejachten. Alleen hangt hij af. Met die hoort de ketting toucheren in die bal, want die lagen in de knop zijn ketting, die hebben we nog niet gezien. Maar waren jullie van het jaar allemaal op de jammer geweest, in die tent? Dat was druk, hè? En al die verkennen, hè? En de lessenaar van de boer, die stond erop. Die stond te janken, die juist in de tent nooit meer zwoer had. En die had baden van smaak. Die liep erop, liep na de dag bij Limburg om een tentje te bestellen voor zijn plein. Maar om weer terug te komen met sport, de breedsport. We hebben te kampen met een leegloop van leden. Ze hebben immers geen keus. Of ze gaan naar de oude vandaagvereniging, overdag, omdat ze s'avonds denken dat het steeds half klok is. Of dat ze geen derde helft meer mogen van moeders vrouw. Ook is er een chronisch tekort aan kroegen. Alle kroegen zitten onderaan de kant van het spoor. Les stond ik dus vlucht voor. Komt er een vreemde les in de zaal? Die vrouw, man, rijden de treinen hier op tijd? Zegt de idee meest, ik weet niet waar rijden nog komt, maar bij ons rijden ze gewoon op de rails. Kan je net begrepen dat er zelfs plannen waren om een tunnel aan te leggen naar de horeca-enclave om cafébezoek voor mede-grijnaar makkelijk te maken en de wachttijden voor het spoor uit te sluiten.
zodat je even goed dorst kan lessen bij het vat jaloers op vermaak. Want zoals het vader altijd zei, als je dorst hebt, moet je drinken. Ja, nee, les ik wel nog weer een. Was die op alcoholcontrole geweest bij het vermaak? Ja, nou, die had gelijk volle bonje mee, Joost. Hij zei tegen Joost, ga je geen drank aan mensen die minderjarig zijn? Ja, zei Joost, dat is helemaal niet waar. Ja, zei hij, dat is wel waar, ik heb dat zelf gezien. Ja, zei Joost, hij zei, vraag nou aan die mensen hoe oud ze zijn of wanneer dat ze jarig zijn? Ja, zei die boer natuurlijk wanneer dat ze zelf hoe oud ze zijn. Ja, zei Joost, en daar hadden we de fout in. Ik zal het nog een keer uitleggen. Mensen die op 29 februari jarig zijn, die zijn minderjarig. Ja, en toen hadden ze van mijn werk ook nog aan Joost gevraagd. Godver, hij zei, oh, we hebben zoveel personeel en we kennen het allemaal niet plaatsen. En dan gaan we misschien nog een plekje over waar wij die mensen kunnen zetten. Ja, zei Joost, stuur ze me langs, zet ze wel ergens weg. Die hadden ze in de spiegels al gezet. Dat is confronterend, hè? Hele dagen van de wijk zie je dat je niks uitvoert. Maar alle gekheid op stok. Je hebt ook hele leuke meesten, hoor. Die meesten zijn allemaal heel serieus met hun werk bezig. Die vinden dat gewoon leuk. Er zijn ook meesten die zijn te serieus met hun werk bezig. Met dat snoeibeleid. Ja, ik denk gewoon, die Marijn die neemt dat groen heel zijn rijen veel te letterlijk. Oh. Wat dan? Wat een bouwer. Maar Clara was er loos. Geluidsoverlast bij het gemeentehuis. Ja, dus? Jullie horen een man heel hard zingen. Ja? En vals. Heel hard. Ja, weet je... Misschien kunnen we even kijken, misschien staat Jan van Beekeren in de douche te zingen. Ja, die overschrijft altijd die aantal decibels, hè? Ja, ga dat maar even doen. Dat is goed. Oh, ze kennen niks hier wel, hè? Ton, maak nog een schrobbelertje. Ton! Ton! Ach, dat is echt niet lief. Het is hier net zo zwaar als op het gemeentehuis. Ja, het is echt zwaar daar, hoor. We maken lange dagen van 11 tot 3. En gelukkig hebben we dan lunchpauze van 12 tot 1. Ja. Ik was laatst in zo'n keukentje, stond een balkje kippensoep. Ik denk, oh, lekker. Balkje kippensoep. Zat nog een stukje zo'n bordje in, weet je wel, met wat vlees eraan. Ik eet mijn soepknop, ik knabbel dat vleesje eraf. Ik zeg tegen collega Michiels, ik zeg, wat moet ik dat bordje laten? Hij zei, oh, gooi maar terug, ik heb ook al 3 keer afgezameld. Dat is echt vies. Ja, hij zei, dan kun je makkelijk nog 2 uur van trekken, die kippensoep. Ja, het is heel vies, ja. Nee, luister, ik hoor het daar gehoord. Ik heb daar een frietpannetje weggezet, maar ja, dan vliegen de kilo's eraan, hè? Ja, jullie kunnen dat vandaag nog niet zien, maar ik ben niet zo'n sportief figuur. Nee, ik ben vorig jaar ben ik 2 keer naar de sportschool geweest. Die sponsor ik nou tot 2025, geloof ik. Toen dacht ik nog van, nou, weet je wat, dan ga ik naar de tennis. Hoor ik ook altijd leuke dingen over, spannende dingen ook. En ik kom eraan en er lopen allemaal van die mannen. Oh, ik zie het bij jou ook. Ik heb ook zo'n trui over uw schouder. Ja, weet je, waar ik vandaan kom, dat doe ik of aan of geland op thuis. Ja. Ik zeg maar, als ga je hooien, hooi op het, hè, dan kan het terug in de waai. Ik moet je spoel mogelijk terugschroeven. Kom bij die tunnel aan, stonden 2 in de K4 misschien. Badmuts op, duikbril voor de ogen en een hoofdlaagboekje onder de herden. Stonden ze dirty jongens, naar die put kijken, Walter Kouwelaars en Carlo Hoos.
Dat is een lekker diep gatje. Riep Kuilen. Wow, 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 ik zie jullie flikkers in de water. Dat was in een bril aangeslagen. Ik zei, jullie zien er wel mooi en flamboyant gekleed. Ja, wat denk jij? Ik weet het wel niet. Dat wij al die tijd met hem in de kast zaten, een beetje zaten te niks. Ik zeg maar, wat doen jullie hier? We deden zoveel geregeld dat we dachten, deze gaat staan vol met water. En daar kunnen we ons bordje testen. Hoezo? Ja, wij gaan in de zomer naar Amsterdam. Doen we mee aan die bootparade, de kermopreed. Je kan nog mee. Er is een jurkje genoven. Ik zei, nou, heeft de K3-jurkje nog mee? Dan zou ik erover nadenken. Heb de jurkje gedaan, gaat met de helder van de helder. Goedendag, ik nooit zo zat geweest. Slingeren door de Hoofdstraat, bij de boer de Hoeken. Ja, dat had nog aangeklopt, maar ja, die was al dicht. Kijk in je bloembak. Denk, oei, die kan er wel eens verpast doen. Perbloemjes. Hingen er wel een beetje slap bij. Rokjes omhoog. Kijk om de hoek. Nog nu, plezier. Op perd. Was er niet zo aan. Die zat in de nek van Jan van Beek. Flessen die hadden in mijn ogen. Jullie kunnen we verder op nog hier in de pakken. En ik was al zo zat, hè. Komen die tent binnen. Ik wist niet wat ik zag. Waar de schapen op al daar zijn. Dan zat ik bij de Jaffa. Maar dan thuis komen. Eerst het sleutelgatmagazine zien te vinden. Zachtjes de trap op. Drink stellen. Slop kan de deur open. Ja, die laat die springt vanzelf aan. En daar ligt ze, de koningin. 81 hoog, 61 breed. Ook hoe dat jij ze kent, Paul. Ik moet ermee naar bed. Toen ik ben in deze zaal zo zat geweest, hè. Toen ging maar eens een pilsje, trek er maar eens even open, want nou heb je die man gehad. Kom die slopkamer binnen. Hé, hey, schatje. Ik zie dat oorstjes nog open, hè. Kijk eens, weggeplukt heb voor jou. Je weet waar ik ben, daar steekt die. Oei. Ik zei alleen, bij het ziekenhuis dat staat erin. Ik heb hem nog niet opgevreten. Ze pakt wat nachtkastje, die ik ook doe wekken. En naast die zo noemen de kop. Weet je wel hoe laat het is? Ik zei, nee, dat kon ik in je vlucht niet zien. Of zei, maar ik weet wel dat de tijd niet vliegt. Je weet waar ik ga slapen? Nou ja, in de bedsteen. Ik zeg maar, als je de pijpbloemknop hebt, zal ik de Turkjes van de bedsteen openlaten. Dan zal ik eens een keukenmeid laten gillen. En dat is geen vuurwerk. Je zal zo gillen deze vel in Gils Wiedervelds bak buiten zetten. Wel rustig. Ik heb een volgende verbouwing allemaal en allemaal druk. Ik vind ze druk allemaal. Ik heb het ook in mijn arm gekregen en ik kan al een dak toe. Ik zeg tegen een dak, ik zeg, moet je goed luisteren. Ik zeg, dat heb ik volgens mij een tunnelsyndroom. Hij zei, daar kan het niks aan doen, ik moet op de gemeente Gilde rijden. Ik zeg hem dus rustig aan te pletten. Hij kan die ook, rustig aan te pletten. Ja, dat heb ik ook. Dus ik had een recept gehad en ik heb een apotheek op bij het Wouterbureau. Dat is allemaal een mooi licht aan. En ik kijk en ik, allemaal op licht aan. En even de deur hangt een bord, ik denk ze aan het bellen. 0800 1730. Dit nummer is niet in gebruik. Ik had nog een keer gebeld. Ja, misschien heb ik 3 keer gebeld, maar ik hou het op 2. Dus ik bel nog een keer. Dit nummer is niet in gebruik. Ik kijk nog eens goed, kom de vrouw er aan gelopen. Ik zei, jullie zijn stel school. Ik zei, ik heb al 2 keer gebeld. Ik zei, jullie doen helemaal niet open. Nou, welk nummer heb je dan gebeld?
Ja, 0800 1730. Ja, dat zijn de openingstijden. Ik kan dat niet, hoor.
Toen ik als Kee leerde kennen, toen paste er een koentje en een eindje. Nou, de twee halen nooit een stuk reet over. Dan zou ik niet over de kwijktassen hebben. Maar de rest was een skatekaart jarig. Die vroeg van, schatje, wat wil je voor jarig? Nou, zei ze, het is rood en het gaat van 0 naar 130. Ik heb er eens voor gekocht. Een mooie. Maar als ik thuis kom en er aan kijk, dan zeg ik zo vaak tegen de veiligheid opgetroffen met mijn mesje. Ze kunnen in ieder geval op Facebook zien dat er veel kroegen waren waar ik bejaard werd. Maar ook dat er veel Chinees-Indische restaurants waren. Maar Chinezen zijn tegenwoordig frietboeren. Dus tegenwoordig bij uw vrienden dat speciaal vragen of de sambal bij wil. En had ik er vroeger dacht van, ja, wij nou gewoon op fiets hangen. Want van al dat fiets, van kroeg naar kroeg, sleept een fiets ook snel. Allemaal 20 of fietsen morgen van de haar is, die kon repareren. Net als bejaarders hadden vroeger meer van alles op de rijen. Nou alleen maar veel shawarma tenten. Die zijn er zat. Maar om weer even terug te komen op mijn bejaardsport. Spreek het u aan wat ik u hier zo in het kort heb uitgelegd. En heeft u interesse deel te gaan nemen aan deze fantastische sport, de bejaardsport, mij kunt u zich bij mij of bij een van de andere bestuursleden vanavond nog in de vereniging aanmelden. Want wij zijn blij met ieder nieuw enthousiast kandidaat. Ik wil meneer graag namens de VTBVD, PRHMN, de FCS hartelijk bedanken voor de gegunde tijd en om mijn sport te promoten en u al voor het aanhoren hiervan. Corné, jij mag met jouw bed gaan speulen. Mensen, bedankt! Ja, het binnenballen daarentegen waren wel goed. En toen, ja, dat was het allemaal niet, dat sporten. Toen dacht ik van, weet je wat ik doe? Ik schaf een loopband aan. Daar heb ik vorige week een uur opgestaan. Volgende week ga ik hem aanzetten. Ja, dat is niet zo erg, hè? Maar er zijn meesten van mijn leeftijd, hè? Die lopen een marathon. Ja, echt, hè? Ik ben s'morgens blij dat ik mijn onderbroek kan krijgen. En dat ik niet omval. Dus dat ik de trap afloop, dat mijn benen nog niet verzuurd zijn. Oh, dat is verschrikkelijk. En van die vrouwen met die buikspieren. Dan zie je dat ook allemaal zo. Ja, ik ben eigenlijk 95% zeker dat ik die met mijn lessen bevalling eruit gepoept heb. Daar is helemaal niks van terug te vinden. Maar dan ook echt niks, hoor. Nee. En toen zei ze ook nog, ja, maar als je gaat sporten, dan leren heel veel mensen extra kennen. Dat is leuk. Vier. Ik heb 4 nieuwe mensen leren kennen. Die 2 die op de ambulance zitten van Tilburg naar de Rijen. En die 2 op de ambulance van de Breda naar de Rijen. Dat is helemaal niet leuk. En toen dacht onze leden, die dacht grappig te zijn, die heeft mij zo'n horloge gegeven. Maar ja, nu zit het werk, dus dat ding dat trilt de hele dag. Dan staat er op beweeg rond, ja. Weet je, ik hoor dan wel eens mensen zeggen, oeh, ik heb mijn doel gehaald. Hé, hey, prachtig. Nou zat ik laatst, ik denk, hé, 6.000. Dat is goed, dacht ik. Ik heb er onze Nelis, zeg, kijk toch eens hier Nelis, ik heb 6.000 gehaald. Hij zei, ja, dat zijn de calorieën die ik vandaag ben gekregen. Oh, hij brandt al. Ah, waar is hij? Oeh, dat nummer ken ik niet. McLaren was de loos. Bij wie je moet zijn voor een alcoholvergunning? Wie gaat er een café beginnen dan? Oh, Wally. Oh, leuk. Met wie? Oh, met Karel van de Hoesting. Ja. Wat voor café? Een bruin café. Ja. En de naam is? De Bruine Ster. Oh, ik weet echt niet bij wie dat je dan moet zijn.
echt, ik zou het niet weten. Weet je wat ik doe? Ik rond daar hier even af, kom ik even naar het gemeentehuis, zoek het even uit. Dat is goed, zo tot. Daar. Oh, meester, de meester roept, ik moet gaan, sorry. Fijne avond nog. Om de dagzouwelaar van vandaag, vrijdag 12 januari 2024, is geworden Marieke Ernstke. Yeah.